Hoi en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik ben een tijdje geleden met de vriendin naar Utrecht geweest en daar hebben we onder andere geshopt. En ik heb een aantal dingen gekocht, dus die wil ik graag even aan jullie laten zien. Ik heb geen enkele kledingstuk gekocht, dus dan weet je dat even, dat er dus geen kleding in voorkomt. Dus vooral accessoires, home dingetjes, nou dat soort dingen. Ik ben onder andere bij de Action geweest, Primark, H&M. Nou, jullie zien het allemaal voorbij komen. Ik ga me gewoon random ergens beginnen. Ik heb hier de tas van de Primark, dus ik ga daar mee beginnen. Ik heb daar gekocht een, hoe heet het eigenlijk? Een diffuser. Dat is zo'n geurding. Ik weet alleen even niet hoe je het noemt. Met kokosgeur. Hoe noem je dat? Heb je zo'n flesje met vloeistof erin met die stokjes? Ik weet even niet meer hoe je dat noemt. In ieder geval zo'n geurding met kokosgeur. Ik hou van kokos, I love it. En ik heb normaal gesproken van die hele kleine flesjes. Maar ik zag deze nu staan en deze was maar 3,50. Dus ik denk, die neem ik mee. Dus deze heb ik gekocht bij de Primark. Dan heb ik gehaald 2 tandenborstelhouders. Dat zat gewoon in één verpakking voor 1,50. Ik heb nu, als ik bijvoorbeeld weg heb, ik een tandenborstel los in een zakje zitten. En ik denk, dit is wel net zo makkelijk en hygiënisch. Dus hier heb ik er 2 van. En als Johan 1 wil gebruiken, dan kan het ook gewoon. Dan kocht ik nog dit dingetje. Een vaasje met droogbloemetjes erin. En ik hou van droogbloemen en ik hou van deze kleur. En onder het vaasje zelf stond dat hij 3 euro kostte. Maar toen kwam ik bij de kassa aan en toen was het 1 euro. Dus dat was mooi meegenomen. En ik heb bijvoorbeeld hier ook een kussen in die kleur. En ik heb bijvoorbeeld nog een kaasje. Die hadden we al ook in die kleur. Dus ik vind het wel leuk om een beetje zo te matchen. Dus deze heb ik gehaald voor 1 euro. En ze hadden geloof ik ook dit dingetje in het groen. Alleen er zaten net wat andere bloemetjes in. Maar ik vond, die groen vond ik ook leuk. Maar deze vond ik ook gewoon heel leuk. Wij hebben geen zakdoekjes in huis. Niet dat dat een hele grote ramp is. Maar ik dacht, nou, is wel handig. Ook voor in mijn tas. En ik vond dit printje ook wel leuk. Dus deze heb ik gehaald. En hier zitten 4 pakjes in. En dan kostte samen 1 euro. Dan heb ik nog gekocht Bread Freshener. Of zoiets. Dat zijn van die sprayen dingen. Voor je, voor een... ja, wat frissere adem. Er zitten dus 2 in 1 pakje in. Het kostte 1,50 euro. Dan had ik ook nog, dacht ik, dat is ook handig voor in de tas. Wet wipes voor je face en gezicht en hand. Mooi formaatje, handig voor in de tas. Dus voor 60 cent dacht ik, nou, dat is ideaal. En dan heb ik nog oorbellen gekocht. Ik zit even te denken of dit... Oh nee, wacht even. Ik heb dan meer gekocht, maar het zit in de tas van de Action. Want ik had eerst een grotere tas, die is kapot geknapt. Toen had ik, ik had ook een kleinere tasje, dus heb ik alles daarmee ingedaan. Dus er komt straks nog meer van de Primark. Is dit, dan is dit in ieder geval leeg. Ja. Ik had er ook nog gehaald smintjes, ook voor in de tas. Dat is allemaal voor in de tas. Nou weet ik niet meer wat het kost, 1,50. Staat ook zo'n prijs op zich. Oh, wacht, ik heb je bonnetje wel. Wacht even. Ja, 1,50. En dan heb ik nog sieraden gekocht of oorbellen. En ik heb eigenlijk al heel veel. Alleen ik heb nog niet zo heel veel zilveren oorbellen. En ik wissel af. De ene keer draag ik goud, de andere keer draag ik zilver. Dus deze heb ik gekocht. Die zie je, dit soort oorbellen zie je best wel veel. En hier kost het maar 2 euro. Ja, je ziet dat het kwaliteit ietsje minder is. Maar ik dacht, nou, prima. En dat voor 2 euro. Ik vind het echt hele mooie oorbellen. Nou, ik vind ze er eigenlijk ook wel prima uitzien. Eigenlijk vind ze er goed uitzien. Dus, 2 euro. En deze vond ik ook heel erg leuk. Allemaal ringetjes. Ik hou ervan. En dan zo leuk op een rij bijvoorbeeld. Misschien kan ik ze ook nog wel hierbovenin. Nou ja, ik denk dat ze daar te groot voor zijn. Maar deze vind ik heel leuk. 3 euro. En dan heb je best wel veel leuke ringetjes. Ik hoop dat jullie het zo goed kunnen zien. Maar oh, ik ga er zo over 1 in doen, denk ik. Even wisselen. Je hebt best wel vaak van die pakketjes met heel veel oorbellen erin. Maar dan vind ik ze net niet allemaal leuk. En deze zou ik wel allemaal dragen, denk ik. Ja, ik vind ze echt allemaal heel erg leuk. Leuk met een hangertje eraan. Ook. Oh, hier ook. Maar die hangen aan de achterkant met een pareltje. Oké, nou kun je het nog beter zien. Ja, leuk. Dan nog. Ook van de Primark deze nagels. Ik had altijd dat mijn nagels gedaan werden, maar dat heb ik nou niet meer.
Dus ik heb nou zo eentje gehad. Ik heb ze eerder gehad en toen vielen ze prima eigenlijk. En ik vind de kleur echt fantastisch. Lila, ik hou van lila. 1,50 euro. Ik denk, nou, daar kun je het een keer leuk voor meenemen. Even denken. Hier zit alles dus een beetje door elkaar. Ik ga eerst nog even de Primark spullen kijken of ik die eruit kan vissen. Dat is onder andere, heb ik weer sokken gehaald ook. En dat zijn 5 paar voor 3,50 euro. En nou prima. Ik geen idee wat voor printje er allemaal op zitten. Stippeltjes. Grotere stippen. Nou ja, prima. 3,50 euro voor 5 paar. Dus ik kan er even mooi mee vooruit. Ik wil eigenlijk binnenkort even mijn sokken toestand even opruimen. Dat ik allemaal halve sokjes heb. Of in ieder geval dat ik één mis. Weet je wel, of gaten erin. Dus nou ja, heb in ieder geval een voorraadje. En ik heb ook 7. Dit waren toch 5 paar? Ja. Dit is ook 3,50 euro. En 7 paar van die kleine sokjes. Want die draag ik ook wel vaak. En nou ja, heb ik hier gewoon ook weer een voorraadje van. Dus we hebben nu alles van de Primark gehad, mensen. Als ik nog tegenkom, dan laat ik dat uiteraard zien. Bij de H&M heb ik ook weer sieraden gekocht. Dit keer was het allemaal goud. Als eerste heb ik deze gehaald. Dat was sale. Ik kreeg ze even niet goed op de... Dat de verpakking, maar ik denk dat jullie het zo kunnen zien. Deze kostte eerst 6,99 en nu nog 1,99. Kijk, deze zit een beetje aan de zijkant. Krijg ze nou niet? Nee, goed. Maakt niet uit. Ik vind het ook leuk om ringetjes te dragen. Ook op een rij en dan groot en dan twee kleine bijvoorbeeld. Of een knopje ernaast. Dus deze heb ik gehaald. En ik heb... oh, dit zijn enkelbandjes. Die vond ik ook heel leuk. Ik weet niet of ik ze dit jaar nog kan dragen wat het weer betreft. En dan volgend jaar. Maar deze waren van 9,99 naar 4,99. Die vond ik ook heel erg mooi. Gewoon dat grovere. Deze vond ik ook vooral heel mooi. Onderste trouwens ook. Iets minder grof. Maar wel leuk met die ja, parelachtige dingetjes eraan. Dus die heb ik meegenomen. En dan gaan we nog even door naar Sostre en Grenne. Daar heb ik alleen kaarsen meegenomen. Even kijken. Ik heb er volgens mij het bonnetje niet meer van. En ik zie ook 1, 2, 3 de prijzen er niet op staan. In ieder geval heb ik deze meegenomen. Ik hou echt van kaarsen branden. Als het snel donker is of wat kouder is. Gewoon gezellig. En nou, ik vond die kleur wel gaaf. Ik weet niet of je overkomt op camera. Het is ja, roosachtig. Vind ik wel heel mooi. Volgens mij kosten ze nog geen 2 euro. Heb ik nog een lila kaars gehaald. Een losse. Want volgens mij heb ik nog wel wat kaas. Maar ik dacht, ja, ik ben hier nu toch. En ik zie die lila liggen. En nou ja, die andere kleuren vind ik ook gewoon mooi. Dus die heb ik meegenomen. Voor mij... Ja, nee, prijs durf ik zo niet meer te zeggen. En volgens mij heb ik de bonnetje hiervan ook niet meer. Sorry. En hier... Nee, ook geen prijskaartje. Voor mij waren deze ook rond 2 euro. Maar durf ik niet zeker te zeggen. Deze vind ik ook gewoon heel mooi. Want het zijn van die... we noemen dat kazen. Nou, in ieder geval, dit is groen. En dit is dan wit. En... daar zitten twee aan. Vond ik ook heel erg leuk. Dus deze zijn van Sostre en Grenne. Ik weet niet of ik het zo goed zeg trouwens. Maar deze. Dan gaan we naar de Action. ja, ik begin daar gewoon maar mee. Ik heb wat gehaald. En ik weet dat ik er vroeg bij mensen. Maar ik heb nou wel gewoon zin in... in dit. Pepernoten. Oh jongens. Dit zijn de cappuccino kruidnoten. En caramel zeezout kruidnoten. Fantastisch. Nou, hier heb ik nu al helemaal zin in. Het is de bedoeling dat ik ze nog even dicht laat. Ik weet niet of het gaat lukken, maar dat is wel de bedoeling. Echt, ik kom nog helemaal in sfeer van Sinterklaas en ook al kerst. En oh, helemaal fantastisch. Even zien. Oh, dit is trouwens niet de goede bon. Even zien. Kruidnoten. 1,49 euro per zak. Love it. Dan heb ik bij de Action gehaald een bakmix. White Choco Blondie. En het lijkt me zo ontzettend lekker. En ik hou gewoon van af en toe even wat bakken. Dus die heb ik gekocht. Hier hoef je alleen nog een, even kijken, boter, eieren en water toe te voegen. Het kan zijn dat je het hoort, maar er komt hier zo'n wagen langs die de containers leeghaalt. Hij gaat weer door. Dus dit. Er zit package includes baking tray.
Dus dat is ideaal. Ik weet niet trouwens of dat glazuur er wel bovenop zit. Of dat er in zit. Dan moet ik even kijken als ik het ga maken. Even zien, wat kostte dit? €1,59. Ja, lijkt me heel lekker. Om het een keer te proberen. Dan heb ik gehaald 2 pakjes met kaarten. Ik vind het gewoon wel handig om huis te hebben. Ja, mocht ik een kaartje willen of willen versturen, dan heb ik dat in huis. En die kosten per stuk. Wenskaart Trendy Vierkant is 99 cent. En even kijken, wenskaart... het is allebei... Voor mij kosten ze allebei 99 cent. Oh, het is allebei vierkant. Dus 99 cent per stuk. Dan heb ik nog gehaald... klei. En ik heb daar een idee mee. Ik weet alleen niet of het gaat lukken. Ik wil namelijk graag een sieradenschaaltje maken voor naast mijn bed op mijn nachtkastje waar mijn dagelijkse sieraden liggen. En het lijkt me wel gaaf om een schaaltje dan te maken met zeg maar een soort van vrouwenlichaam en met tieten. Nou ja, borsten om het netjes te zeggen. Borsten die omhoog staan. En dan kun je daar, kan ik daar mijn ringen op, omheen doen, zeg maar. Je ziet die boobies trendy, die boobies, dat is wel heel erg ontrending wat ik zie op internet. Ik zie dat ze daar mokken van hebben en een vaas, zeg maar, heb ik wel eens gezien. Maar ik dacht, het lijkt me leuk om dat te maken. Dus met een vrouwenlichaam en dan met boobies die omhoog staan. En dan kan ik daar misschien een armbandje omheen doen of een ring. En dan de onderkant is dan wat plat. Ik weet niet of ik het zo duidelijk uitleg. En dat ik daar dan mijn ketting en zo op leg. Dat is de bedoeling. Ik weet niet of het gaat lukken. Maar... ik vind het wel leuk om af en toe creatief bezig te zijn, dus ik ga het gewoon proberen. Luchthardend boetseermateriaal, dat is het. 1 euro, ik weet nog wat 1 euro nog wat kostte. €1,39. En dan heb ik als laatste, ja, dan is de tas helemaal leeg, heb ik 2 setjes met watercoloring set meegenomen en dan 2 verschillende soorten kleuren. En... ik wil hier, als het ook lukt, kaarten mee gaan maken. En dan dat ik zelf kaarten maak met tekeningetjes met waterverf. Vroeger vond ik het altijd heel leuk om te tekenen en te verven en te schilderen. Dus ik wil het eigenlijk weer gaan oppakken. En ik denk, nou, misschien is het wel leuk om er zelf kaarten mee te maken. Dat ga ik gewoon proberen. En deze kosten per pakje €1,99. Nou, dat is eigenlijk alles wat ik gekocht heb. Zeer content met alle... producten, spulletjes die ik heb gehaald. Ik ga het even opruimen en dan, kan ik het allemaal in gebruik gaan nemen. En oh jongens, I love it. Oh, het is echt erg dat ik het nou al gekocht heb. Maar ja, het ligt nou al in de winkel, dus ik, waarom niet? Dit was het mensen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Bedankt voor het kijken. Zouden jullie een blauw duimpje mogen doen als jullie het een leuke video vonden? Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie weer te zien bij een nieuwe video. Doei doeg!